Hallo, in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe we dit Swarovski bolletje kunnen maken. Ik ga het even van dichterbij laten zien. Het is eigenlijk vrij eenvoudig te maken en je kan het voor allerlei toepassingen gaan gebruiken, zoals hier aan een kettingske. Je kan er uiteraard meerdere maken. Je kan er ook mee een armbandje mee gaan maken met verschillende. En hier heb ik ook oorbelletjes ermee gemaakt. Dus ik ga jullie even meenemen om te laten zien hoe we dit moeten maken. Volgen jullie even mee? Oké, wat hebben we nodig voor het maken van ons Swarovski bolletje? Zijn 12 Swarovski steentjes. Ik gebruik hier de 4 mm steentjes. En we hebben een nylon draad nodig. Dat mag een 0,25 mm zijn of een 0,30. Dat maakt niet uit, hetgeen wat je thuis hebt liggen. Goed, een half metertje draad is voldoende om mee te werken. Je neemt liever iets ruimer dan te kort. Het teveel kan je wel wegknippen. Goed, ik heb hier aan het uiteinde de draad een beetje donkerder gemaakt, zodat jullie het beter kunnen zien. En je neemt één kant in de linkerhand en één kant in de rechterhand. En je begint met 3 Swarovski steentjes op te rijgen op 1 draad. 2e. En 3e. Zo. We laten de pareltjes gewoon naar het midden gaan. En dan nemen we een 4e pareltje. En daar gaan we onze draad in kruisen. Dat betekent, de rechtse draad gaat er van rechts in. En de linkse draad gaat er van links in. Net op steentje. Zo, dan trekken we aan en we zorgen dat de 2 draden even lang zijn. Dus we krijgen eigenlijk deze. Oké, we nemen opnieuw onze linkse draad in de linkerhand en de rechtse draad in de rechterhand. En nu rijgen we op elke draad 1 Swarovski steentje. En dan nemen we een 3e, waarin dat we opnieuw gaan kruisen. En dan krijgen we dit. We doen deze nog eens. Dus op de rechtse draad een Swarovski. Op de linkse draad een Swarovski. En in eentje kruisen. Aantrekken. Ik ga het eventjes plat leggen, dan zien jullie het beter. Zo. In het midden heb ik nu 1, 2, 3, 4 Swarovskis. We rijgen opnieuw op de rechtse draad een Swarovski. En op de linkse draad een Swarovski. En nu gaan we een verbinding maken met de allereerste Swarovski die we hebben aangeregen. Dus de rechtse draad gaat rechts in de eerste Swarovski. Trek het nog niet aan, dat jullie het kunnen zien. En de linkse draad gaat langs links in de eerste Swarovski. En dan trekken we dit aan en dan krijgen we eigenlijk ons bolletje dat zich mooi sluit. Goed, wat dat ik nu doe, is met mijn draadje door die 1, 2, 3 Swarovskis gaan. Dan komen mijn 2 draden eigenlijk tezamen en dan ga ik daar een dubbele knoop maken. Zodanig dat mijn bolletje zeker stevig blijft vastzitten. Dus doen we het eerste Swarovski pareltje. Door het 2e. En vervolgens het 3e. En dan zitten mijn draden schoon hier tezamen. En nu ga je gewoon een dubbele knoop maken. Dat ene. En dat is al de 2e. Zo, mijn dubbele knoop is gemaakt.
En wat dat ik nu doe om dat bolletje goed stevig te maken, is nog een aantal keer met mijn draadjes door de parels gaan. Je moet uiteraard altijd de richting volgen van je pareltjes. Dus je mag niet zomaar nu gaan oversteken naar een pareltje aan de andere kant. De bedoeling is wel dat je geen draadjes ziet zitten. Dus zo ga je je bolletje helemaal verstevigen. Zo, op het einde kan je de draad gewoon afknippen. Of als je het niet vertrouwt, kan je het ook afbranden. Maar omdat ik hier toch verschillende keren door de pareltjes ga, knip ik het gewoon af. Je hebt dan hier langs de zijkant een opening langs waar je ketting erdoor kan. Wil je er oorbelletjes van maken? Ik ga ze er even bij nemen. Dan steek je onderaan en bovenaan er nog een extra Swarovski bij. Dus dan heb je er wel 14 per oorbelletje nodig. Zo, dit is eigenlijk een heel leuk iets om te maken. Vrij snel gemaakt en komt eigenlijk niet echt zo duur. Een Swarovski steentje kost tussen de 10 en 15 cent afhankelijk van de kleur dat je koopt. Dus je kan voor de zomer echt verschillende kleurtjes gaan maken om zo te dragen in de zomer. Voilà, deze draadje heb ik nu al genoeg keren ingestopt en dan ga ik dat gewoon afknippen. Voilà, en dan doe ik nog met het volgende draadje net hetzelfde. Zo, ik wens jullie heel veel plezier met het maken van de bolletjes. Tot een volgende keer, dag!